Rinus, wat gaat er door je heen als je officieel het stokje overdraagt? Eigenlijk wil ik het nog niet loslaten. Maar ja, Sander die wil heel graag. En hij pakt het heel goed op, moet ik zeggen. En ik heb het volste vertrouwen ook in hem. Het zijn hele grote voetsporen die Rinus achterlaat. En ja, daar probeer ik zo goed mogelijk in te treden. Ik heb gelukkig 2 jaar lang onder zijn vleugels de kneepjes van het vak kunnen leren. Nou, en dan word ik binnenkort wellicht alleen gelaten. Maar goed, we hebben een sterk team en een goed fundament. En ik denk dat het bedrijf Smit alleen maar verder kan groeien. Dennis is al heel lang een gekende zakenrelatie van me. En ik heb eigenlijk voor gezorgd dat Dennis naar Zwijndrecht verhuisd is. Gek gemaakt voor de gemeente Zwijndrecht. Dus, En Dennis, ben jij tevreden met de locatie die je in Zwijndrecht hebt inmiddels? Ja, laat ik zo zeggen, we zijn van origine natuurlijk altijd een Rotterdamse bedrijf geweest. En het is gewoon jammer dat we daar geen grote uitbreidingsmogelijkheden hebben gekend. Dus ja, dat was dat wel heel fijn dat je als een warm bad in Zwijndrecht terecht kan natuurlijk. Dus, dat voelde als een warm bad, laat ik zo zeggen. Dat de burgemeester zelf in zijn vrije tijd en de wethouders in zijn vrije tijd toch hier aanwezig komen zijn om het feest in te luiden. Allemaal chapeau. Dus de afgelopen jaar zien we 5-6 grote nieuwe bedrijven hier naartoe gekomen. Uit Krimpen, uit Rotterdam, uit Rotterdam-Zuid, uit de Walenhaven. Nou, dat vinden we fantastisch. Dus als er een feestje is, 150 jaar bestaan, dan komen we graag. Hoe lang gaat de relatie al met Smit terug? Nou, voor mij persoonlijk denk ik al ruim 10 jaar dat ik over de vloer kom bij Smit Ankeren Kettingen. Well, we are customers for about 12 years by now. And yeah, we work for a long time together. We are glad that we are here and we were invited as partners of Smit. So we glad to have some friends in Netherlands. Ik bedanke ook dat ze ons eingeladen hebben. En dat we eure 150e jaar samen feiern. Dennis ken ik al lang, jou ken ik inmiddels ook al een aantal jaren. Dus ik hoop dat we in de toekomst nog leuke zaken kunnen doen om de relatie nog beter te laten worden.